iedereen en welkom bij een nieuwe YouTube-video voor het kanaal van Organisatie en Management Thomas Moren-Mechelen. Vandaag ga ik jullie een kleine kijk geven in wat ik zou willen meedragen op een gewone schooldag bij Thomas Moren-Mechelen. Dus ik zelf studeer events, zoals je misschien al weet van de introductievideo. Wat dus wil zeggen dat we heel veel praktijkvakken hebben. En dus niet echt altijd heel veel cursusmails moeten meedragen. Wat dat al op zich een grote gift is op vlak van wat dat ik met mezelf moet meedragen iedere dag. Maar ik ga je alvast eventjes zeggen wat ik altijd met me mee heb. Dus dit is mijn schooltas. Past voldoende in, zoals je wel kan zien. Ik heb ook een mooi lintje aangehangen, die ja, gewoon voor een extra kleurtje om de dag al goed te kunnen beginnen. Verder heb ik ook een van de belangrijkste dingen, mijn agenda. Ik schrijf nog alles op papier neer, omdat ik dan zo zeker weet dat ik geen dingen vergeet. En ook als ik bepaalde taken wil opsplitsen in twee verschillende delen, dan kan ik dat hier gemakkelijk in doen. Deze agenda specifiek vind ik heel gemakkelijk om mee te werken, omdat die dus is opgedeeld in verschillende maanden langs de zijkant. Dus die kan je gemakkelijk terugzoeken naar de juiste datum. En dan heb je ook iedere maand, ik zal alvast eventjes laten zien voor de maand november, heb je zo iedere maand een overzichtje van hoe dat de maand eruit ziet. En dan heb je ook een weekoverzichtje, waarbij je dus kan zetten wat je waar gaat doen. En aan de zijkant ook nog extra notities kan schrijven over wat dat belangrijk is. Waar je nog apart voor wil werken. Nog dingen die belangrijk zijn voor buitenschool enzovoort. Dus dit is echt wel een lifesaver. Aangezien ik toch wel altijd meestal mijn deadlines haal. Wat dat verder ook niet te vergeten valt, is een cursusblok. Ik weet, we maken heel veel notities op onze computer en op eventuele andere devices. Maar soms is het toch gemakkelijk om toch eventjes een cursusblok bij te hebben. Ik zelf gebruik deze van Oxford, omdat je die dus ook kan inscannen via de app. En dus ook zo je notities op je laptop kan gaan bewaren. En dan verlies je zeker niks van je notities. Dus dat is ook wel echt heel gemakkelijk. Dat is ook iets nieuws wat ik van dit jaar heb. En ik ga het echt ieder jaar blijven doen, want het is echt top. Verder heb ik dan ook deze binder, waar dat ik meestal mijn cursussen in meedraag. En ook mijn notities apart insteek per les eigenlijk, zodat alles mooi netjes bij elkaar zit. En als ik dan voor de examens moet studeren, is eigenlijk mijn samenvatting of alleszins mijn cursus toch al in orde. Dat is al een heel deel minder werk. En zoals ik zei, zitten we nu in een soort van tijd waar dat iedereen op zijn laptop moet meepakken enzovoort. Maar ik zelf heb een iPad dat ik meepak naar school. Ik heb de iPad Pro. Het is een beetje bougie, maar je kan er ook alle apps op downloaden die we nodig hebben voor school. Zoals Canvas en de Google Drive, OneDrive enzovoort. Dus alles zit gewoon gemakkelijk op één plaats. En ook kan ik ook zo mijn notities van bijvoorbeeld onze IT-vakken snel eventjes bekijken. Natuurlijk zijn die apps wel niet volledig. Daar heb je wel een normale computer voor nodig. Maar aangezien de lessen toch doorgaan in PC-lokalen, is dat eigenlijk een meevallertje. En dan kan ik mijn gewone computer gewoon thuis laten. Specifiek aan de iPad, wat ik enorm gemakkelijk vind, is ook een app. Die is GoodNote, noemt die. Ik heb ook zo'n pennetje. En ik zal eventjes een voorbeeld geven van een vak. Community management nu bijvoorbeeld. Dus het vak waarvoor dat ik verantwoordelijk ben voor YouTube. Dus dan kan je zo een boekje maken eigenlijk. Met een voorblad en dan allemaal pagina's die je zelf mag kiezen hoe dat die layout daarvan is. En dan kan je dus met dat pennetje gaan notities nemen, highlights nemen. Je kan er ook documenten in importeren enzovoort. Dus dat is heel gemakkelijk voor mijn notities eigenlijk te bewaren. Ook mijn notities die ik inscan van mijn notitieboek, zet ik meestal hier in de app ook bij, omdat ik dan achteraf ook nog dingen kan bijschrijven, die ik kan omvormen in PDF, kan afdrukken en zo dan kan studeren voor mijn examens. Natuurlijk mag ik niet vergeten dat we soms ook nog eens cursusmateriaal nodig hebben, zoals bijvoorbeeld het boek Let's Go Social, dat we dus ook gebruiken voor community management. Hierin hebben we dus verwacht van het boek te lezen uiteraard en per les wordt er ons gezegd tot waar we moeten lezen, krijgen we dan taken over enzovoort. Dus best dat ik deze ook meeneem, dat ik eventueel onderweg nog de laatste pagina's kan lezen. Dan heb ik verder ook mijn pennenzak.
Ik heb zo een gekleurde doorzichtige pennenzak, omdat dat gemakkelijk is bij de examens. Dan weet ik ook gemakkelijk wat ik kan vinden. En kan ik hem eventueel ook op de bureautafel laten staan, omdat hij doorzichtig is. Dus dat is wel gemakkelijk. En ik heb er ook van mijn vriend zo'n klein charmpje bij gekregen voor veel succes. Wat ook wel heel leuk en schattig is. En dan hierin zitten zo'n beetje uw standaarden. Hè. Tapnotes, Tippex, highlighters, potloden, een slijper, een gom en een schaar enzovoort. Dus dit is, de inhoud hiervan is niet zo heel interessant. Dan verder heb ik ook mijn drinkbus. Heel belangrijk, hè? Moet gehydrateerd blijven. Dan, aangezien we nog steeds in België wonen, een paraplu. Ik ben graag iemand die op altijd alles voorbereid wilt zijn. Dus ik heb ook zo een klein zakje waar dat, ja, een beetje van alles in zit. Hier zit droogshampoo in, oplaadkabels, een beetje extra geld, een kleine parfum, een lippenstift, een brillendoekje, pleisters enzovoort. Dan ben ik zeker dat als er ooit iets, als ik iets nodig heb, dat ik het bij heb. En dat bewaar ik allemaal in dit kleine zakje, dus dat is ook heel compact eigenlijk. Er zit niet heel veel plaats in. En dat is eigenlijk een klein beetje het belangrijke wat er in mijn zak zit. Natuurlijk, als de winter gaat komen, gaan er handschoenen in zitten. Er zit ook natuurlijk mijn eten voor de dag. Alhoewel dat er wel een heel goede cafetaria is met heel lekker eten, heb ik toch nog graag een rooikoolsoepje of een koekje bij de hand. Dus die zit meestal ook in mijn zak. En natuurlijk, ja, mijn sleutels, mijn gsm, portefeuille. Zo die basic dingetjes kan je er ook wel in terugvinden. Dus dat is eigenlijk een klein beetje wat er in mijn zak allemaal zit, denk ik. Ja. Nu, momenteel heb ik ook een extra boek. Ik lees heel graag. Dus ik heb altijd gewoon een klein boekje mee voor op de trein te lezen, aangezien ik in Antwerpen woon en dus met de trein naar Mechelen moet. Zodat, aangezien er ook vertragingen zijn enzovoort, en ik toch wel 25 minuutjes op de trein moet zitten, dat ik zo een beetje kan lezen. Ja, en dat is het een klein beetje. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. En moesten er nog vragen zijn omtrent waar dat ik specifieke dingen gehaald heb, kan je die ook altijd terugvinden op de opkomende blog. Ik zal de link ook nog toevoegen in de descriptie, zodat je zeker kan gaan kijken waar dat ik alles gekocht heb. En wat je kan vinden en waar dat je ze kan vinden. Ja, en ik hoop dat dat ook een klein beetje meer inzicht geeft over wat dat een doordaagse student allemaal met zich meedraagt. Dankjewel voor het kijken en tot volgende keer. Dag!